KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Een papieren blouse voor $1.25. Een publiciteitsstunt van een Amerikaanse papierfabriek is uitgegroeid door een geweldige garage. Oh, kijk dan, dit is dus een papieren blouse. Nou, dat zou je toch niet zeggen, hè? Nee, inderdaad, net echt. Nou, dat vind ik er dus juist niet goed aan. Hè? Nee, als iets van papier gemaakt is, nou, dan wil ik ook zien dat het papier is. Oh. Ja, je moet respect hebben voor het materiaal. Oh, zo. Ik zou in zo'n geval een stapje verder gaan. Ja, ik zou ervoor zorgen dat je het papier ook als zodanig bleef ervaren. Als zodanig? Ja, als papier. De moderne kunstenaar die wil dat je door zijn creatie heen kijkt. Oh, een papieren doorkijkbloes. Nee, dat bedoel ik overdrachtelijk. Ja, ja. Bij wijze van spreken. Ja, dat weet ik ook wel. Dus het materiaal moet herkenbaar blijven. Ja, natuurlijk. Nou, bij ons in Emma Compartium hebben we ook een kleermaker. En die zorgt er altijd voor dat het spul dat hij verwerkt in de broeken en de jassen en zo, hè, dat je dat dan blijft herkennen. Zo laat hij bijvoorbeeld bovenaan de jas de koeienkop zitten. En dat gebruik je dan als capuchon. Ja. Ik werk op dit moment bijvoorbeeld veel met karton. En dan wil ik dat de ribbeltjes, dat die altijd zichtbaar blijven. Ja, maar het is toch geen kunst? Dit is mode. Ja, tante Nel, mode en kunst hebben toch heel veel raakvlakken? Neem Yves Saint Laurent, dat is een groot kunstenaar. Een naaldkunstenaar. Wel, nee, meid, die werken nog allemaal met de naaimachine. Het straatbeeld in Parijs wordt volledig bepaald door de haute couture. Ja, maar je gaat toch niet met een creatie van Yves Saint Laurent in de bus zitten? Nee, natuurlijk niet. Men flaneert, hè? Over de Champs-Élysées. Dus het materiaal, dat blijft herkenbaar. Precies. Dus als het zijde is, dan zie je zijde. En als het katoen is, dan zie je katoen. Maar als je nou een papieren jurk aan hebt en je kan zien dat het papier is, dan maak je toch een hele armoedige indruk. Nee, niet als het haute couture is. Dat kost een vermogen. Maar papier, dat zit toch helemaal niet lekker? Nee, maar je moet er ook niet in gaan zitten. Nee, men flaneert. Maar in de regen dan? Dan gaat de pasvorm er toch uit? Nee, maar je loopt er helemaal niet mee in de regen. Het is absoluut niet praktisch. Het is kunst. Oh, nou, geef mij maar gewoon een jas die me droog houdt. Ja, tante Nel, maar de fantasie die wil ook wat. Hé, ik krijg ineens een geweldig idee. Wat dan? Letten jullie maar eens op. Ik ga werken aan mijn hele eigen modelijn. Doe wij ondertussen je was wel. Nou, dat is bepaald geen haute couture. Ja, Pio. Zo was je er eindelijk, Jo. Die kopers. Die vinkenoog. Die kennen toch een partij Abel Hoeren, man? Vinkenoog? Ja, Simon Vinkenoog. Die ben ik toch wezen interviewen voor de Bruin in Rotterdam, hè? Kom maar net vandaan. Waar woont hij dan? Amsterdam. Nee, het zal Amsterdam niet weten. Ja. Hij heeft de hele stad laten zien. Het is geen Vlaardingen natuurlijk, maar eerlijk is heerlijk. Ik bedoel, dat Stedelijk Museum, daar hangen best een paar aardige schilderijtjes. En dat Vondelpark is ook heel geinig. En die Mart, die Albert Kuipmart, weet je niet? Hele leuke Mart ook. Met als hoogtepunt uiteraard Vlaardingse viskraam. Heb ik die vinken ook nog namens de Bruin Rotterdam een lekkere spekbokking aangeboden. En hij wil lullen, zeg hé. Waarover? Over LSD. Hé? Ja, hier zo. LSD. Lysergzuur diethylamide. Ja, zeg dat Jacobus, dan weet hij alles van die vinkoog. Als je dat neemt, dan word jij een ander mens. Wie dan? Wie jij wil. Hè? Je neemt een suikerklontje, dan doe je een beetje van de spul erop. Dat neem je in en dan hallucineer jij je eigen helemaal wezenloos.
Hallucineer? Ja, dat betekent dat je een soort in een andere wereld terechtkomt. Ja? Tijd en ruimte bestaan niet meer. De kleuren veranderen. Ik bedoel, het gras wordt blauw en de lucht wordt roze. Ja? Je treedt als het ware buiten je eigen. Hij zegt op een gegeven moment tegen me, Simon, hij zegt, Simon, ik loop hier nou wel met jou over de markt, maar eigenlijk zit ik daar boven op die viskraam. Op die Vlaardingse viskraam? Precies. En die spekbokking, zegt hij, afijn Jaap, jij weet hoe een spekbokking eruit ziet, dat is een opengevouwen haring. Bruin? Ja, gedroogd, eigenlijk niks. Hij zegt, wat een prachtige regenboogforel. Had hij het genomen dan? Tuurlijk, al die gasten. Het hele Leidseplein slikkert. Trouwens, bij de radio en bij de tv ook. En wat heb je daar dan? Nou, hier zo. Het gaat om ervaringen die de mens individueel veranderen. Die hem zelf doen denken en leven in plaats van gedacht en geleefd te worden. En die hem in staat stellen om van de aarde een paradijs te maken. Wie zegt dat? Simon Vinko. Simon, de aarde is geen paradijs. Nee, nog niet. Daar zijn we uitgejaagd door een engel met een vlammend zwaard. Adam en Eva met de appel en de slang. Ja, meneertje, deze jongen heeft daarvoor doorgeleerd. Eva, gemaakt uit de rib van Adam, was een rib uit zijn lijf. En dan ook nog die appel plukken. Ja, nee, natuurlijk, uiteraard, dat wel natuurlijk. Maar dankzij de LSD komt het paradijs weer onder handbereik. Ja, dat zal wel. Dat zal zeker wel, ja. Ja. Wat is voor jou het paradijs? Voor mij? Ja. Voor mij bijvoorbeeld is het dobberend op een luchtbed met Brigitte Bardot in de riool. Nee, voor mij is het met een glas bier in mijn hand, dat ik dan sta op een enorme kegelbaan, dat ik alles wint. Nou, dan moet je wel heel veel LSD slikken, ja? Maar Simon, wat is het dan? Wat? LSD? Nou, lyserzuur. Ja, nee. Wat is het? Drugs. Hé? Ja. Messies is hashies. Nee. Ja, maar dat 80 keer zo sterk. Simon, maar dat mag het toch helemaal niet? Ja, nee, dat is juist het mooie. Het mag wel. Hé? Ja. Het valt namelijk niet onder de opiumwet. Het is het nieuwste van het nieuwste. Je kan het overal gewoon krijgen. Hij wel. Ja, het is chemisch. Het is uitgevonden door een professor, was het geloof ik? Nee, een dokter. Een Zwitserse dokter. Dokter A. Hofman. Die heeft het synthetisch samengesteld. Synthetisch? Ja, kunstmatig. Oh, dan moet ik het helemaal niet. Ik moet alleen puur natuur. Ga je nou toch? Het lichaam is puur natuur, dus alles wat erin gaat, wordt ook puur. Kom je daar nou bij? Van de week nog tegen Elk zegt die hagelslag komt hier niet meer in. Dat is melk en ik wil puur. Ja. Maar ik hoop eens, je neemt toch ook wel eens een aspirintje? Ik toch niet, Simon. Ik heb toch nooit hoofdpijn? Nou, ik wel. Jij wel. Van jou. Van mij. Maar daar gaat het nou niet om. We gaan nou over LSD. Zo is dat. Dat het slecht voor je is. Nee. En dat het alleen in Amsterdam voorkomt. Nee. Hey. En dat het alleen gebruikt wordt door langharige artistieke... Nee, hey, ik hoop eens iedereen moet er aan. Dat zit ik je nou net de hele tijd uit te leggen. Iedereen moet er aan, want dan krijgen wij hier alweer het paradijs. Zou jij denken? Tuurlijk. Ja. Je zegt het zelf. Wat? Denken. Zeg ik dat? Net. Oh. He, en dat is dus wat we moeten doen. Tuurlijk. Begrijp je? Ja, ik ben hier achterlijk. Mooi. Maar, Simon. Aan wat dan? Wat? Denken. Alles. Zo. Maakt niet uit. Nee. Nee, de sky is the limit. Wie is zijn moeder? Er komt geen end aan. Oh zo. He? En daar is dus die LSD voor. En daar ga je dus een hoop van denken. Ja, nou, ja, nee. Je wordt er ruimdenkend van. Oh zo. He? En een ruimdenkend mens verlegt zijn grens. Moet je eens voorstellen, Jacobus. Jaap Kooijman, ruimdenkend. Moet er niet aan denken. He? Jij komt, van de week kom jij hier ruimdenkend binnen. Jij klopt aan die deur, Harmsen zegt binnen. Jij gaat er binnen. Jij staat daar en jij spreekt er nu al historische woorden. Meneer Harmsen, per heden is deze jongen ruimdenkend. Meneer Harmsen, per heden is deze jongen ruimdenkend. Perfect! Ja! En dan? Nou, dan ken hij nooit meer om je heen. Tuurlijk niet. Word je gelijk gepromoveerd. Gelijk? Gelijk, met terugwerkende kracht. Nee, hè? Wat? Nou, wat je zegt. Met terugwerkende kracht? Dat wil ik niet. Waarom niet? Ik vind werk al vervelend, laat staan terugwerken. Ja, nee. Nee, daar hoef je niks voor te doen. Nee? Nee, dat betekent dat je bijvoorbeeld zogenaamd al sinds 1960 al gepromoveerd was. 1960. 1950. Zo. En dat je dus over al die jaren nog extra salaris krijgt. Extra? Ja, een groepschef die verdient nog veel meer dan jou. Wie is die dan? Jijzelf. Oh? Ja, dat zeg ik net. Ja, jij gaat altijd zo snel. Ja, dan kom je komen. Ik ben ruimdenkend van huis uit. Oh ja. Nou, ik heb dus geen LSD nodig. Nee. Maar jij wel. Ja. Simon.
Hoort dan. Met Jaap Kooijman aan de LSD betreedt u het paradijs der RET. Grandioos. Grandioos. Heb ik hier bijvoorbeeld de Engelse drop. Maar dan niet slecht voor de tanden. Dat is apart, hè? Ja, het is prachtig. Of deze. Dat is heel mooi. Dit is de geometrische kubus. Het probleem is alleen dat hij niet bepaald afkleedt. En deze. Kijk, dit is de papaver. Oh, die kleur. Die kap me bekend voor. Dat is grijsje. Grijsje? Ja, dat is de favoriete kleur van Max Heijmans. Dus een combinatie tussen grijs en beige. Bistarwegras. Bistarwegras. Ja, dat is ook grijsje. En dit is mijn favoriet. Kijk, dat is de Oost-Indische kers met hele vrolijke kleuren. En daar wou ik mee beginnen. Nou, hey, en, maar hoe maak je hier nou kleren van? Let op. Ja, ja, dat wordt een hele happening. Meteen vanavond al hier in de Wasserette. Nodigen we de hele straat uit en wat mensen van de academie. En dan showen jullie mijn creaties. Enig, meid. Ja, ik kan het zelf niet zo goed zien zo. Ja, het is ook nog lang niet klaar. Ik moet hem nog helemaal in model brengen. Oh, maar wacht eens even. Als dit een succes wordt, dan kunnen we de Wasserette wel sluiten. Hoezo? Die kan je toch niet wassen? Ja, maar dit wordt geen succes. Niet? Nee, nou ja, niet als draagbaar, hè. Het is kunst. Oh, dus wij zijn eigenlijk levende kunstwerken. Ja, jullie zijn eigenlijk een soort wandelende schilderijen. Wandelende schilderijen? Ja, en oom Sien, die ziet er misschien wel een artikel in. Dan komen we in de Bruimen, zijn we in één klap beroemd. Is ook goed voor de naamsbekendheid van de Wasserette. Wordt het nog drukker? Maakt jou toch niet uit? Jij doet toch niks? Tante zus, u in de grijze papaver? Als maar afkleed. I got myself a quiet talking, sleepy walking, living dog. I got to do my best to please her just now. Help! Wat er met jouw man gaat gebeuren vanavond is met geen pen te beschrijven. Deze jongen gaat aan zijn ruimdenkendheid werken, Nelly. Dat heeft in Rotterdam en omstreken nog nooit plaatsgevonden. Ruimdenkendheid, Nelly Kooijman, daar gaat het om. Vanavond en na vanavond zal het paradijs weer onder mijn handbereik wezen. En ik ga het individueel veranderen. En denken aan leven in plaats van gedacht en geleefd te worden. Tada! Wat krijgen we nou? Ik ben een wandelend schilderij. Dat moet nou toch niet gekker worden? Vanavond in de Wringen, de artistieke happening. Artistieke happening? Alle buren komen kijken naar de creaties van Adrie de Greef. Jonge. Adrie de Greef is een groot kunstenaar. Adrie de Greef is een luldebehanger. Jij was toch zo ruimdenkend? Ja, nee. Ja. Nou dan. Ja, zo. Mooi. Schitterend. Ja, mijn vrouw is een wandelend schilderij. Zus doet ook mee. Aan de artistieke happening. Grandioos. Vanavond in de Wringen. Oh, Nel. Kom me helpen, ik ben eruit geschud. Ik moet naar mijn pannen. Dat doe ik wel. Ze had net zo mooie. Nou, kom eraan. Dat is de beloft. Is dat hem? Jup. Dat is toch gewoon een suikerklontje? Was jij me zo gewoon. Echt? Dit, Jacobus, is LSD 25. LSD 25? Ja, die is nog 25 keer zo sterk als die van Vinkoog. Zo! Er komt een speciale methode die Huip erop losla. Huip? Huip Schont, hè?
Joh. Ja, die heeft in de Rialto toch zijn eigen laboratorium. Zo. Maakt hij van alles. Oh? Ja, dat is een hele farmaceutische industrie op zijn eigen. Maakt hij pijnstillers, maakt hij slaaptabletten, maakt hij de pil. De pil? Ja, de anticonceptiepil. Vitamine C of zo. Ook. En je kent er dus geen kinderen van krijgen. Handig. Zeg dat. En sinds kort maakt hij dus ook zijn eigen LSD. En dat gebruikt hij dan zelf? Gebruik, hij staat er helemaal stijf van, man. Hij zegt tegen mij, hij zegt, Simon, zonder LSD krijg je mij die put niet meer in. Zo. En wat hij dan allemaal ziet, Jacobus? Tam. Blauwe zwaailichten, stromende bergbeken, gevulde koeken. Zo. Ook niet in gaan zitten, tante zus. Dat had ik toch gezegd? Maar ik ben er ook helemaal niet in gaan zitten. Ik was mijn kuiten aan het scheren. En dat doe je zo. Nee, nee, niet doen, zeg. Dan kan ik aan de gang blijven. Nou, Adrie, hoe doen we het nou? Nou, ik heb in totaal 6 verschillende creaties, inclusief deze. Dus jullie showen er ieder 3. Het berghok is het atelier. Daar kunnen jullie je steeds omkleden. En daar help ik jullie dan wel bij. Dus, wij lopen hier als levende kunstwerken. En zeggen we dan nog wat? Ja, we maken jullie meteen functioneel. Jullie delen de drankjes uit en de Franse kaas. Oh, Franse kaas. Ja, die ben ik wezen halen bij de Bijenkorf, hè. Ik heb brie, camembert en roquefort. Oh, dan doe ik de roquefort. Oh, dat ruikt altijd zo heerlijk naar omtjedden. Nou, Adrie, wat vind je ervan? Ja, is prima. Prima. Ja, jullie moeten vanavond wel goed je best doen, hè? Want dit wordt misschien wel mijn grote doorbraak. Misschien kom je wel in Museum Boijmans. Oh, moeten we daar de hele dag staan dan? Ja, dat is toch enig. En de zaak dan? Ja, of ze nemen etalagepoppen. Ja, dan zijn we gaan levende kunstwerken. Het gaat om de creaties. En wie deelt dan de rokken voor, hè? Ja, weet ik dat. Dames, zover is het nog lang niet, hè? Eerst vanavond maar een succes. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Dat wordt een historische gebeurtenis. Zeg dat je komt, Max Heijmans kent vak uit. Want Simon, wat zien wij hier? Behang. Inderdaad, Simon, maar behang waarmee duidelijk de grenzen zijn verlegd. Dat is waar. Hier is dus duidelijk sprake van ruimdenkendheid. Jij zegt het. Daar ken ik de dames en natuurlijk vooral ook Adrie niet genoeg om prijzen. Maar de allerruimste ruimdenkendheid zal natuurlijk door mij tentoon worden gespreid. Dat dacht ik wel, ja. Mijn ruimdenkendheid gaat alle andere ruimdenkendheden overbodig maken. Uiteraard. Jullie gaan iets meemaken waar ze nog jarenlang in Rotterdam-Zuid over zullen praten, Simon Muziek. Heel graag. Wat ben je nou weer van plan? Nelly Kooijman, wat is dit? Een suikerklontje. Nelly Kooijman, dit is LSD. LSD? Simon? Lysergische diethylamide, hè? Dat zeg ik. Dit ga ik inslikken, Nelly Kooijman, en dan zie ik... Simon? Blauwe zwaailichten, stromende bergbeken en gevulde koeken. Tel uit je winst. Nou, ik zou er niet aan beginnen, ome Jaap. Nee hoor, een jongen uit mijn klas die had het ook gebruikt. Toen dacht hij dat hij kon vliegen, is die van 3 hoog uit het raam gestort. Simon? Hé? Ja, nee, dat is namaak. Dat is namaak. Ja, deze is van Huipschot. Dit is LSD 25. Zo is dat. En Nelly Kooijman, en daar gaat het natuurlijk om. Het verruimt dus mijn geest. En als Harmsen dat dan zie, ken die nooit meer omheen. Alweer? Alweer, ja! En als ik dan die promotie heb, dan ben jij de eerste die hier overal de boel opnieuw gaat lopen te behangen. Zo is dat. Simon, we beginnen met het experiment. Ja, wacht even. Eerst eventjes de muziek. Ja. Je experimenteert je maar suf, maar niet hier. Nee, straks komen de gasten. Ja, want we zijn namelijk bezig met een happening. Een happening? Ja, ome Siem. En nou dacht ik dat dat misschien wel een leuk idee was voor de Bruine Rotterdammer. Ja, misschien dat ik volgende week dan een gaatje heb. Vanavond hebben wij onze eigen happening. Zo is dat, Simon. Maar aangezien de dames daar kennelijk geen notie van willen nemen, spoeden wij ons weer naar boven. Ze zijn het ook helemaal niet nut, Jacobus. Paarden voor de zwijnen. Goed, dames. Tante Nel, wij verzorgen dus de drankjes. Die staan al klaar in het berghok. Tante zus, als u dan eventjes de Franse kaas zou willen halen, die staat in mijn keukenkastje, ik geloof, rechtsbovenin. Geen probleem. Ga gewoon op de lucht af. Simonus, wat zijn die vrouwen van ons toch klein van geest? Jawel, ik hoop het, maar we kennen natuurlijk niet allemaal zo ruimdenkend wezen als jou, hè? Dat niet, natuurlijk. Ik bedoel, jij bent nou eenmaal heel, ja, hoe zou ik het zeggen, elastisch van geest. Dat dacht ik wel op. Jij bent natuurlijk de plooibaarheid zelf, hè? Jij zegt het. Zeker als je weet
dat je promotie een keer krijgt. Dan helemaal. Hé, voor promotie doe je alles. Logisch, Simon. Uiteraard. En dat doe ik heus niet voor mijn eigen. Natuurlijk niet. Dat doe ik voor het algemeen belang. Zo is dat. Als ik straks groepschef ben, dan ga iedereen daar wel bij varen. Iedereen, Jacobus. En als ik het eenmaal de touwtjes in handen heb er op die Rotterdamse elektrische tram, dan... Dan zetten ze in China de vuilnisbakken buiten. Reken maar. En enkel alleen maar, Jacobus, omdat jij nou ruimdenkend bent geworden. Zo is dat. We gaan erbij. Simon! Jacobus. Ik ben dus ruimdenkend. Schij uit. Dat zeg je net zelf. Uit de grond van mijn hart. Hoef ik toch geen LSD meer te nemen? Hé? Als ik het nou al ben. Ja, nee. Ja, het kan altijd meer. Zou je denken? Ja, natuurlijk. Plus, je moet het vasthouden. Vasthouden? Ja, vasthouden en uitbreiden. Ja, ja. Hé? Ruim, ruimer, ruim. Ja, 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 ja. Ja? Ja, ja. Waar gaan we, ja? Is dat een goede muziek? Het is de perfecte muziek, man. Het is de Beatles. De Beatles? Ja, met de Yellow Submarine. Yellow Submarine? Ja, de gele onderzeeër. De gele onderzeeër? Simon, die bestaat toch niet? Ja, maar nou toch wel? Oh ja, joh? Ja, dankzij de ruimdenkendheid van de Beatles. Want die gebruiken het natuurlijk ook. Die jongen en die gebruiken het nog meer als uit Scholten. Ah, Simon. Moet jij niet? Nee, ik was nog ruimdenkend van huis uit. Oh ja. Plus, ik moet het verslaan voor de bruine. Voor Perina. Voor Perina. Grandioos. Simon. Heel goed, Jacobus. Hou vast. Vasthouden, Jan. Vasthouden. Hoi, je? Het is wel een vrolijke boel daar. Ja, dat is de nieuwe LP van de Beatles, Revolver. Hè? Maar dit is toch Ringo? Ja, die zingt dat. Hopelijk wel voor het laatst dan. Meiders, spoed u allen naar buiten en aanschouw het spektakel dat alle andere spektakels overbodig maakt. Kom! Let op het springen van de lindworm. Jaap Kooijman gaat een perfecte demonstratie geven van een adelaar in glijvlucht. Nee, 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 ome Jaap, niet doen, niet springen, niet doen. Oh, nee, dat kan net, dat kan net. Jaap, niet doen, je valt te platter. Kunnen spektakelen commencen.